jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eelco Gaming. Wat jullie net gezien hebben is de lancering van de maanraket. Dit ding samen met Bob, Bill en Shupmon Kerman gaat naar de maan. En daarvoor gaan we gebruik maken van deze leuke nieuwe tools van MagJab. De Ascent Guidance hebben we zojuist gebruikt om hem stabiel zonder enige moeite naar een hoogte van 130 kilometer te krijgen. En de volgende stap is om in ieder geval die uit te zetten. Docking hebben we niet nodig en rendezvous hebben we niet nodig. Maar we moeten wel een manoeuvre nodig hebben. Waarbij we onze... we moeten wel een rendezvous planner hebben. Want wij willen een rendezvous vanuit hier. Met de man. Set as target. En het enige wat we op dat moment hoeven te doen is establish new orbit at 200 kilometers. Sounds fine. Align planes. Establish new orbit. Rendezvous planner. Ik zeg, doet u maar. Nou, dan gaat hij als het goed is berekenen en kijken. En zeggen dat hij als het goed is in 16 seconden een manoeuvre gaat doen. Rendezvous planner of rendezvous autopilot. Wacht. Mij moeten we een rendezvous autopilot hebben. Desired final distance is hoeveel meter? 10 kilometer, 10.000 meter. Engage autopilot. Matching planes. Oké, wacht, we hadden de autopilot nodig. Delta V-stad, die geloven we wel, die mag uit. Alhoewel, het is wel leuk om dat zo erbij te hebben. Oké, dan gaat hij warpen naar een punt. En wat gaat hij nou doen? Hij gaat warpen totdat we waarschijnlijk hier zijn en zodat hij onze baan... kijk. Hij gaat dan zeggen, oké, prima, hier hebben we intersex. En dan gaan we hier op 90, gaan we als het goed is precies... de planes matchen, want we zitten nu nog op 0,1. En blijkbaar moet de inclination omlaag. Zo te zien. Naar 0,45. Zoiets. Oeh, 0,004 moet hij naartoe. Oké. Volgende stap. Matching planes. Ja, dat hebben we nou gedaan. En nu? Nu komt de volgende manoeuvre. Planning Homon transfer for intercept after 0.62. Oké, nice. En dan krijgen we een intercept met de man. Met mun natuurlijk, sorry. Bijdraaien. Ik denk dat we echt veel te veel fuel bij hebben. Maar dat is niet erg, want dan betekent dat we hier dit of refueling station rondom de maan kunnen laten hangen. Dat we deze gewoon kunnen dumpen. Nou. 21 minuten, ik zeg warpen die hap, zodat we niet 20 minuten hoeven te wachten. Moeten astronauten, moeten gewoon serieus gewoon zo'n een halve dag wachten totdat ze de volgende manoeuvre kunnen doen. Dat is toch saai. Er is er genoeg te doen natuurlijk. Ik bedoel, je zit in de friggin' ruimte. Ruimte. Maar, dat was dit. Er is helemaal niks te doen dan. Holy crap. Anyway, wij zijn weer gas aan het geven en we gaan als het goed is nu onze baan vergroten vanaf hier. Totdat die ongeveer gelijk ligt hier en we een intercept hebben met de man. En dan is het aan ons om te zorgen dat we die intercept ook echt rond gaan maken. Zodat we naar de maan toe gaan en dat we dan inderdaad op 10.000 meter een... cirkelijzen. Dus. Ik heb met die rendezvous planner eigenlijk ook een rendezvous target, man, target orbit. Oh. Current orbit. Oké. Establish new orbit, intercept with Homon transfer. Match velocity at closest approach. Oké. Nou, we gaan
Waarom gaan we niet verder? Is die nou? Is die leeg? Zegt hij nou, ik doe het niet meer. Auto stage? Of moeten we dat zelf doen? Ah, oké. Dat moeten we nog steeds zelf doen. Prima. Oh, jongens. Oké, en nou? Volgende noot is daar. Ah. Oké, wow. Oh, nou gaat hij zorgen dat ik in een mooie baan om de maan terechtkom. Nou, dat is wel awesome. Oké. Gaat hij nou zorgen dat ik in een baan met de maan kom? Rendezvous. Hij warp. Rendezvous autopilot. Is hij nog steeds automatisch bezig? Ik weet het eventjes niet meer. Hij lijkt het automatisch allemaal gedaan te hebben. Maar... een beetje de vraag of je nou verder gaat. 5, 4, 3, 2, 1. Dan gaan we circulizen. Nee, ik denk dat de autopilot het begeven heeft. Oké, nou, dat is op zich niet erg. Set as target. Nee, niet Moonlander. Set as target. Luister je. Oké. Hij luistert niet meer. We zullen zelf een baan om de maan heen moeten krijgen. Nou, die noot die kunnen we verwijderen, want die heeft toch geen zin meer. En nou is het aan ons om een baan om de maan heen te krijgen. Vanuit hier. Oké. Okay. Zorgen dat we enigszins stabiel blijven. MacJab mag weg, want we moeten weten hoeveel materiaal we hebben. En dan is het zorgen dat we gas geven. 50 kilometer... moeten we deze niet gewoon verkleinen? Zorg dat we in ieder geval eerst als die... ja, kijk. Zorg dat we er een orbit van maken. Heel goed. Dank je. En... dat is één. En nou is het een kwestie van... hem verhogen. Hoe kunnen we nou vanuit hier uit manoeuvreren? Hoe kunnen we hem draaien? Ik wil hem draaien, jongens. Het manoeuvreren. En... verleng en draai. Jongens, ik wil de andere kant op. Ik wil zeg maar ongeveer die kant op. Ah, kijk. Zo kunnen we hem eromheen krijgen. Prima. En waar liggen onze periaps? Dan 83 kilometer. Dat zo hoog hoeft hij ook niet. 68. 50. Ah, 50 kilometer vind ik wel een mooie. Oké, waar is mijn navbal ding? Navbal ding. Of kan ik gewoon zeggen... MacJab. Manoeuvre planner. Ik wil... Circulize. Circulize. Doet hij dat ook automatisch? Circulize. 0 seconds from out. Nou, doe maar even. Oh. 10 seconden from now. Oh, of gewoon 0 seconden. Create and execute. Create and execute. Ah, oké. Okay. Oh, dan wacht nog maar even hoor. Dan wacht nog maar eventjes. Create node, remove all nodes. Woe. Circulize. Add next apoasis, add an altitude of... waar zitten we nou op? Map mode. Op. Nou, ik vind een altitude van 100 kilometer vind ik wel een goeie. Create and execute. Zou het dan nog lukken? Misschien wel een beetje tricky, Ilko.
Oké, nou ja, we gaan het vanzelf merken. Als dit niet lukt, dan is dit hierbij een suicide missie geworden naar de maan. Ik hoop het niet. Orbit. We hebben toch een soort orbit. En gaat dit lukken? Queen, zou het gaan lukken? Mijn kat is langs me komen zitten. Hallo. Wil je ook meekijken? Gaat het mij lukken om mijn orbit te verhogen? Oh, dit gaat wel lukken. Kijk. Ja. Alle 76, 75, 74. Ja, dit gaat zeker wel lukken, jongens. We hebben meer dan genoeg liquid fuel bij. Dus dit gaat er wel van komen. Oké. Okay. Nou, circulized bij 100 kilometer. Dus ongeveer nu inderdaad. En hoppa. Oké. Okay. Nou, die zit mooi op 100. Ik zeg, ik vind het heel erg goed zo. Netjes gedaan. Oké. Okay. Mooi. Remove all nodes. Circulized. Nou, nee, nu wil ik mijn inclination moet op 0 zitten. Create and execute. Change inclination to 0. Dat is namelijk straks makkelijker als we terug moeten komen. Inclination is nu 3. Hahaha. Inclination is nu 3. Oké. Okay. Change inclination at an equatorial AN. Oh, wacht. Oké. Okay. Create and execute. Wat doet hij nou? Dan gaat hij hem daar equalizen. Ah, oké. Okay. En dan zit hij ook precies met de baan. Kijk, dat is wel een heel stukje beter, jongens. We moeten wel een beetje uitkijken, want we beginnen nu wel hard door onze liquid fuel heen te gaan. En we hebben nog wel wat nodig voor de landing op de maan. Als het goed is, hebben we zometeen 2 astronauten die meegaan naar de maan. We hebben de modules die we meenemen zijn de volgende. We hebben hier, waar is hij? We hebben deze. Dit hele stuk. Dit is de maanlander. En we hebben hier, hebben we iets wat we los kunnen koppelen. Dit stuk, inclusief de motoren hier. Dit is de... Is het gelukt? Inclination 0. Nice. Oké. Okay. En dit is namelijk de Lunar Station ding. En ik besef wel dat ik volgens mij geen MacJab ding op mijn lander heb geplakt. Oeh, dat Ilko, dat is niet zo heel erg handig. Je had misschien ook hier even een MacJab ding op moeten plakken. Want nou kan je dat dus niet meer doen. Of hebben we er wel eentje? We hebben er 1. Of heb ik er dan geen... Oh nee, jawel. We hebben er 2. We hebben er voor de lander en het station hebben we er 1. Oké. Okay. Nou, ik zeg laten we gaan landen op de maan. Ik kan nog lampjes aanzetten. Hallo. Kijk, lampjes. Maar we gaan eerst... Deze kunnen we nog op laten zitten. En we kunnen gewoon gaan landen, jongens. We kunnen gewoon gaan landen. Ik zeg decouple node. En dat betekent dat we deze los kunnen koppelen. Dus we moeten deze hier naar beneden slepen. En ik zeg dat ik trouwens gewoon wel kunnen decouplen. Hebben we genoeg van alles bij? Hebben we genoeg monopropellant, liquid fuel? Hebben we allemaal nog genoeg bij? Alles zit erop en eraan. Ik zeg decouple. Waarom decoupelt hij nu nou niet? Decouple. Dun dun dun. Oké, hij is gedecoupeld. Volgende stap is gear uit. Deze eentje naar beneden slepen. En kunnen we ook nog gewoon
Match planes. Return from a moon. Transfer to another planet. We kunnen niet landen, hè? Kunnen we niet landen? Nou, jongens. Oh, dan gaat dit worden. Bob en Sherman. Jullie gaan naar de maan. Jullie gaan proberen je baan wat te verkleinen. En jullie zitten mooi op een hier, andere baan. En dan gaan we zeggen... Ik zeg... We gaan gas geven. Oh, wacht. Nou kunnen we wat gas geven. Zorgen dat we onze altitude, onze periapsis verlagen. Zorgen dat we niet op nul, dat we rond de nul hebben. Dan hebben we een meest zachte landing. En dan is het aan ons om te zeggen, naar beneden met dat ding. Oh, ik vind dit toch best wel spannend, jongens. Oh, met een mooie zonsopgang. Oké, 50 kilometer, zelfs 50 kilometer, 10 kilometer. Laten we hem een beetje bijdraaien, zodat hij waar is onze... Rup, andere kant op. Andere kant op. Hebben jullie trouwens al gemerkt dat ik gigantisch aan het snuffelen ben? Dat ik helemaal verkouden ben? Sorry voor de smerige geluiden. Je zult het ermee moeten doen. Oké. Waar gaan we landen? We gaan landen hier. Aan de andere kant van de maan. In deze krater. Dat vind ik een hele mooie plek om te landen. Maakt me namelijk echt niet uit. We gaan daar in die krater eerst landen. Of gaan we er eentje verder? Oké, nee, we gaan in deze gaan we landen. Ik weet niet of dat heel veel beter is, maar we gaan het zien. Het was wel hoog tijd om in ieder geval ook onze parachute uit te doen. Zover dat kan. En onze serversnelheid te verlagen. Want... Oep. We hebben eigenlijk nog maar heel weinig snelheid nodig. Snuffel! En we moeten onze serversnelheid heel snel gaan verlagen, want we zitten al op 4 kilometer hoogte. Oh, daar komt de berg aan. Oh shit. Oh fuck. Ga omhoog. Ga omhoog, ga omhoog, ga omhoog. Nee, 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 nee. Zo kan onze maanmissie niet eindigen. Oh my god. Oké. Er wappert hier nog een ding over de vlakte heen. Waar onze maanmissie is betrekkelijk dodelijk geëindigd. Onze twee astronauten, jongens. Oh my god. We hebben twee astronauten gedood. Dit hadden we misschien wat meer moeten oefenen. Oké, switch, switch, switch. Map view. Wat is dit dan? Wat vliegt er hier terug? De ruimte in. Oh, dat is dit ding. Oké. Map view. Moonlander. Set as target. Nee, niet set as target. Switch to. Beste Bill. Ik vrees dat jij... Want je hebt natuurlijk geen idee wat er gebeurd is. Je bent gewoon in één keer contact verloren met die jongens. Oeh. Word je ook niet heel vrolijk van. Is hij los? Ik heb geen controle meer over dit ding. Oké. Is hij los? Want we moeten hier eventueel andere dingen aan kunnen koppelen. Ja, hij is los. Mooi. Oké. Ja. Beste Bill. Ik heb slecht nieuws. Dat zijn zojuist twee... man dood gegaan. Ik denk dat ik dit nog een keertje opnieuw moet gaan bekijken hoe ik dit wil gaan doen. En dat we dit snel nog een keer opnieuw moeten gaan proberen. We kunnen in ieder geval op dit moment zeggen, we hebben hier als het goed is ook een aantal modules bij met materialen. Hebben we ook, ja, we kunnen in ieder geval wat maan dingen doen.
Achieve Orbit. Mystery Goo. Transmit. Log Pressure Data. Transmit. Extend Panels. Log Data. Oh, can do this right now. Oké. Laten we in ieder geval onze Moon Station dan maar terug in goede staat brengen. Oké, we hebben in ieder geval twee daarvan hebben we gehad. Achieve Orbit and Transfer or Recover Scientific Data from Space Around Moon. Man. Ja, die hebben we gehaald. 30 science. En ik weet niet hoeveel science we hiervoor krijgen. Maar we hebben in ieder geval wat science punten. We zijn wel twee astronauten verloren. En ik denk dat het tijd was voor een soort van reddingsmissie. Toggle data. In vacuum. Oké. Is de data al verzonden die we hadden? Die is dicht, dus de data die we hadden is verzonden. Oké. Log temperature. Can scan for temperature right now. Crew report. Oké. Transmit. Oh, nee. Ik wou nee, ook niet deze kant. Deze kant op. Ik wou je een beetje recht zetten. Zodat we enigszins fatsoenlijk kunnen kijken. Als we het volgende gaan doen. En dat is namelijk... waar is onze astronaut? Onze astronaut astronautuitgang is aan deze kant. Oké. Hoep. Is hier. En Bill. Tijd voor een EVA. Hou goed vast. Want jij gaat... Oh. F. Terug. Ook opnieuw. Opnieuw. EVA. En snel. EVA report. Keep data. En boord. Terug aan boord. Yeah, jongen. Terug aan boord. Oké. Transmit data. Transmitting data. Hoeveel science punten hebben we dadelijk? We hebben nu 113. Transmitting data. 137. 24 science erbij gekregen. Ja. Oh yeah. Mooi. Nou, ik denk dat we hier misschien nog een stukje aan moeten gaan bouwen. Dat we hier een soort van laboratorium...